Het aantal vuurwerkslachtoffers is binnen een etmaal gestegen van 3 naar 12 personen, zegt brandweervoorlichter Alton Pinas in een gesprek met de redactie. De functionaris stelt het jammer te vinden dat het aantal zo snel is gestegen binnen zeker korte tijd. Het jongste slachtoffer is een baby van een jaar. In elk geval is het aantal vuurwerkslachtoffers teleurstellend van het jaar. 2 jaar terug hadden we 6. Het vorige jaar was het 6. En ja, nu zijn we op 10 vuurwerkslachtoffers. Waarvan de oudste een man is van 53 jaar. En de jongste een baby van 1 jaar. Er zijn 2 slachtoffers die zelfs in het ziekenhuis zijn opgenomen, waarvan 1 operatief moest worden ingegrepen. Dus als we de slachtoffers moeten specificeren, dan heb je 5 die een ongeluk hebben gehad in het gelaat, 3 aan het oog, 1 moet zijn aan het oor en 1 aan de hand. Het 1-jarig slachtoffer speelde niet zelf met vuurwerk. Het kind zou zijn geraakt door spattende vuurwerkdeeltjes. Wat betreft de vuurwerkslachtoffers is het jammer dat we op zoveel zijn gekomen. We hebben ons enorm ingezet om het te reduceren. Ik had echt gedacht dat het op 3 zou blijven, want we hadden de eerste dag 2 slachtoffers, de tweede dag 1. Binnen 24 uur hebben we 7 slachtoffers mee gehad. In 2023 was de brandweer intensief bezig met voorlichtingscampagnes omtrent veiligheid rond vuurwerk. Het afschieten van vuurwerk verliep officieel op 1 januari om middernacht.